Yo, kijkers van IMT, vandaag hebben we een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3. En zoals je ziet, de vorige aflevering hebben we die achtbaan hier gebouwd, die gewoon goed was. Alleen, we moeten binnenkort die bezoekersaantal nog zien te halen. Van 600 en minimaal 3 achtbanen van spanningswaarde 6 en hoger. Ja, die bezoekers gaan we denk ik echt wel halen. Dat zou denk ik geen probleem mogen zijn. Althans, dat denk ik. Een paar campagnes tegenaan flikkeren en dat zou het wel moeten lukken. Ja, alleen welke achtbaan kunnen we bouwen? Of attracties? Hier een mooie draaimolen. Hop. Wat minder avontuurlijk bezoeker. Dan. Testritje. Openen die meuk. En het geld boeit me eigenlijk helemaal niet zo heel veel in deze missie. Bezoekers hebben dorst. Nou, gewoon openen die meuk. Dat kan het mij verrekken. Even kijken. Doe dit struikje weg. Openen. Hamburger met kip. Kip. Doen we ook openen. Een paar prullenbakjes langs de weg zetten. Dat ook niet echt onbelangrijk. De wc's staan er al. Maar ik wil zo snel mogelijk uit die achtbaan even halen. Dat ik daar tenminste vanaf. Dat zou op zich niet zo'n heel groot probleem mogen zijn. En die bezoekers uit zo snel mogelijk. Dat zou helemaal geen probleem mogen zijn, want ik heb al bijna de volgende. Namelijk. Hierboven zijn wel prullenbakken. En hier dan weer niet. Ik heb een schoonmaker. Wat ben jij dan aan het besproeien? Nee, die grap gaan we niet nog een keer maken. Gewoon een hele slechte oversexte grap. Oh, dit hoef je niet te doen. Dan weer dit stukje erbij. En dan doe je dit hele stuk. Plus dit. En dan doen we dit even erbij. Nou, dit hoeft misschien een beetje erg overdreven erbij. En dit klein stukje denk ik ook wel. Dat kun je ook niet doen. Dit stukje dan wel weer. Oké, zo zou je wel een stuk blij zijn. Hè? Weer een stukje minder te doen. Op dit kleine stukje na dan. Gaan we even een paar keer opleiden. Dat je iets happier wordt en iets beter en iets sneller. Dat hebben we natuurlijk ook nodig. En dan gaan we er nog eentje aannemen. Nee, niet nog eentje. Dat is een beetje erg overdreven. Dan gaan we meteen even ontslaan. Jou zetten we hier neer. Op dit hele mooie stuk. Hier naartoe. En dan dit helemaal. En dan hier een stukje naar boven. Dit helemaal. Dit stukje. Zo naar beneden toe. Zo. Dat is speciaal voor jou. Ik wil even tv-campagne gaan starten. Welke is het duurste? Die levert het meeste op. Doen we kip 2. Veel mogelijk weken. Gaan we die hier nog eens doen. Landelijke krant. Boom. Die bezoekers moeten daar wel komen. Daar zou ik geen probleem voor mogen ondervinden. Deze achtbaan. Even open. Gehaald moeten hebben. Minimale spanning is. Geen resultaat. Of is deze achtbaan helemaal geglitcht? Ik denk dat de achtbaan geglitcht is. Ja, de achtbaan is denk ik geglitcht. Ik zal nog een keer resetten, ik weet niet, maar... Let's try.
Is geglitcht. Super, we gaan even een nieuwe achtbaan bouwen. Wat waren de eisen? Minimale spanning een 6. Minimum snelheid 1100 kilometer. 1100? 111. 1100 is wel een beetje erg overdreven. Gewoon een giga achtbaan. Gewoon een enorm harde lancering in het begin. Dat gaan we gewoon doen. Dan dat hiermee. En dan gewoon lanceren die hap. Op zo'n manier. En dan gaan we gewoon hier naar beneden. Dus gewoon zo hard mogelijk naar beneden. En dan weer zo snel mogelijk omhoog. Ze zijn iets minder stijl. Eén baanstukje minder misschien. Zo'n manier. Kijk. Dan doen we even zo. Halve berg naar de kloten. Daar houden we natuurlijk van. Gaan we gewoon zo hier naartoe. Dat is alleen omlaag. Dat vind ik niet zo heel erg leuk. Een klein spiraal hier omhoog. Boom. En dan een kleine bocht. Nou, spanning moet minimaal 6 zijn. Ik denk dat de spanning op zich wel zou kunnen halen. Dat zou totaal geen ene probleem mogen zijn. Überhaupt eens kijken of je het überhaupt kan halen. Wat ik eigenlijk wil. Kijk, ik ga het in ieder geval wat harder. Maar nog niet precies hoe ik eigenlijk wou. Nee, dit gaat nooit goed, jongens. Dat had ik jullie van tevoren al kunnen vertellen. Maar toch dit. Je moet die kant uitbouwen. Hop, die, zo. Gewoon pak ik dubbelklik aanzetten. Of trippelklik. Dat werkt niet in dit spel. Nou, laten we eens testen. Let's go. Dan gewoon series 2D. Jongens, eerst is alleen een beetje slow. Ze bedoelen dat die 111 km per uur gaat in plaats van 0,001. Beweegt hij überhaupt wel? Zo. Een heel klein beetje extra snelheid, ja. Oké. Intensiteit, dat is spanning, neem ik aan. Dus, spanning moest minimaal 6 zijn. De snelheid is voldoende. Alleen nog niet helemaal goedgekeurd eigenlijk hiervoor. Dat hij eigenlijk moet kunnen. Nee. Dit vind ik echt is niet helemaal goed. Gewoon even iets verder omhoog. Gewoon op zo'n manier. En dan weer zo naar beneden. Gewoon een keer zo. Gaan we heel langzaam zo terug. En dan gaan we op een iets andere manier van de stad bij de finish. Bij de stad. Nee, krachtlancering van. Wat zou ik eens doen? Nou, ik een beetje erg overdreven had.
Bij 16. Zo, dit is goed. Het is helemaal perfect moeten gaan. Of toch niet? Een of andere oplossing voor. Het is een of andere bug volgens mij. In deze game. Maar ik moet het zo wel beter gaan doen. Ja, kijk. Daar gaat hij. Daar gaat hij nog een keer. Want eerst gaat hij dit helemaal niet halen, maar toch wel. Wauw. 5,77. Dit gaat misschien niet helemaal volgens plan. Ik kan hem niet zo hard omhoog laten gaan, terwijl hij echt ziek hard andere dingen aan het doen gaat. Dit vind ik echt zo'n nadeel van deze. Ik denk dat ik serieus zal verwijderen. Fuck. Oké, retry. Ander soort achtbaan. Ander soort ellende kan ik aan doen. Maar iets wat we sowieso gaan doen is even omhoog laten gaan. Van als eerste. En dan zo. Even een klein bochtje. Zo, en dan volledig die krachthelling erop. Nou, die blokremmen. Dat ik als steen dit kan doen. Nou, een grote halve looping. Verlooping via hier weer terug. Dit gaat hij nooit, gaan ze nooit leuk vinden. En dan zo, een bochtje met die kant. Dan een kurktrekkertje zo. Dat mag denk ik weer niet. Kurktrekkertje zo naar beneden. Zou die dan toch wel een keer moeten gaan halen? Zou je zeggen. Ja, dit is op zich wel goed. En dan zoiets. Zo'n manier. Eerst even kijken of dit überhaupt kan halen. Aan het treintje moet zo lang mogelijk. Zo. De ketting moet zo hard mogelijk gaan. Nou, daar gaan we dan. Hopelijk gaat deze beter. Daar gaan we. Woe! Tikken takken, tikken takken, tikken takken, tikken takken, tikken takken, tikken takken, tikken takken. Een hanging achtbaan. Kijk. Deze nog een snelheden van achtbaan. Kijk, dit zijn de cijfers die we moeten hebben. Of moet deze hoog mogelijk? Zou het nog kunnen? I don't know. Als dat zo is, hè, dan heb ik een ander idee van wat ik dus ga doen. Echt een heel compleet ander groot idee. Maar schijnbaar is dat dus niet wat er moet gebeuren. Hmm.
Oké. Okay. Oh, ik mag het terrein dus ook niet aanpassen. Fuck. I got that idea. Ja, die mag wel zo blijven. Ja, gewoon weer dit worden. Misschien gaat hij zo wel iets beter eigenlijk. Is wel iets minder extreem. Woehoe, die heeft hem eens gehaald. Oké. Twee achtbanen, minimaal 30 meter hoog en 310 meter lang. Die dubbelklikken uitzetten. Hoogste vrije val, 35 meter. Hij is sowieso hoger dan 30 meter. En de baanlengte is ook lang genoeg. Fantastico. Oké, alleen de uitgang even ergens anders neer dumpen. Eerst die bomen zijn aan de kant. Dit is ook even anders. De ingang die gaan wij hier neerzetten. En de uitgang daar. Zo. 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 Die mag op zo open. 450 mensen in je park zou moeten lukken. Nog een achtbaantje. Nou ja, laat ik maar een heel zielig klein achtbaantje neerdonderen. Nou, bosleden doe ik maar niet, want die gaat vaak bij mij ontsporen. Ja, ik heb ook een hout. Nee, hout kan niet. Ja, hier mag ik ook bouwen. Very, very, very interesting. Ik heb een idee. Wil je nog zo'n klein achtbaantje? Gewoon zo snel mogelijk omhoog gaan. Dat hij zo snel mogelijk, zo min mogelijk plaats in beslag neemt. Nou, mag ik deze kant op? Nee. That's shitty. Ik kan ook zo een paar remmen neerzetten. Die het weer snelheid eraan geven. Ik wil deze achtbaan eigenlijk een beetje zo compact mogelijk hebben. Is één wat ik heel belangrijk vind. Zo. Misschien net even iets te ver. Die keuken trekt ietsjes verder door. Dat ziet er wel heel raar uit. Hier gaan we dus recht doen, we een draai. Met een. Nee, dat kan dus ook niet. Gaat helemaal niet passen. Dus ook niet. Zo. Zo'n stukje naar beneden. Gaan we zo snel mogelijk weg weer terug naar het begin. Dan neem ik weer iets voor uitvogel. Maak ze onder mijn eigen baan door. Ja, dat mag. Mag ook. Ze komen nog steeds niet goed uit.
Hetzelfde probleem. Oh, er is gewoon een steen in de weg. Oké, nou mag ik niet wel. Very interesting. Kijk eens aan. Lekker chaotisch achtbaantje. Daar hou ik van. Zal al lang genoeg zijn. Dat geloof ik allemaal wel. Dus even kijken hoe die gaat. Maar ondertussen ga ik hier wel deze aflevering afsluiten. Dus deze achtbaan, je kunt kijken naar deze achtbaan, hoe die eigenlijk gaat. In ieder geval zeggen, vergeet niet te abonneren, vergeet niet te liken en dan tot de volgende keer. Tschüss.